Mensen, welkom terug bij KH Plays. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op YouTube kanaal. Vandaag, beste mensen, zijn we nou ook weer in het lab. Ja, in het wetenschapslab. Ja, je gaat wel heel veel experimenten doen, maar ik weet dat we vandaag allemaal gaan doen. En de professor heeft gezegd dat er vandaag een goede mot is. Dus aan het leren met de professor, ik heb hem gezien. En hij zei nog tegen mij toen ik hem bericht aan mij stuurde, dat hij een goede mot heeft. Het is best wel nice om te horen, dus laten we het boek bekijken. Ik heb geen idee wat voor een mod dat het vandaag gaat worden. Maar volgens mij wel een hele goede mod. Dus laten we een kijkje gaan nemen, mensen. Het is best wel nice, want ik hou van de mod. Van de mods, dus. Boom. Die mod zal best wel cool zijn. We zijn in survival mode, dat maakt voor mij niet uit. Allereerst moet ik dus... Wat voor een mod dat we vandaag hebben. Nu bekijken, mensen. En er zijn... Holy moly, er zijn keiveel eilanden hier. Big cat. Oh my god. Wat is dat daar? Oh, het is een geheim eiland. Wacht. Ik kan niet vliegen, dus doe dat in de creatieve modus. Maar holy show, kijk eens aan wat voor eilanden we hebben. Een klein dorp-eiland. Een eiland met een tree. Ja, met steen. Eiland met ijzererts. En een katteneiland. Wauw, dat is nice. Die heeft er niets van verteld. Maar, oh. Ja. Ik weet dat de professor mij ook niet alles kan vertellen. Ja, waarom dat hij dan ons dat laat doen. Oh nee, we zijn weer al verkeerd. We kunnen niet meer landen, mensen. We gaan even naar de survival mode. Game. No. Auw. Ben dood. Tik. Oh, white mensen. Dat zijn echt beautiful elementen. Ja. Dat is nice. Maar we kunnen wel... In de survival mode niet vliegen, dus moeten we altijd naar de creatieve mode. Dus ja. Bom. Ik hou er wel zo van dat de professor maakt als ik van die goede mod. Maar ja, het is een lang leven nog even gezien. Laten we nu even gaan spreken over, over die mod. Heeft hij er nog geen idee? De professor zei dat er nieuwe mods gingen komen, omdat het er namelijk zo echt wel veel ging zijn. Wat heb ik allemaal? Minus. Oh jee. Professor heeft me armor gegeven. En nog maar betoverd ook. Wat je professor snaaf. Je bent zo geweldig. Draad. Zal een spin. Boom. Ga weg, sheep. Je gaat binnen dood. Dieren kunnen niet doodgaan. In dat. In die bakens, dat is enkel voor hekker dood. Bon, hier zijn we dan. Lang geleden is nog zijn geweest. Ik kijk naar uit bij de professor. Dan was dat altijd hier te wachten. Ja, is hij hier? Professor Snaaf! Professor Snaaf, waar ben je? Ik heb je nodig. Bij het portaal is er niet. Beneden kan ook niet zijn, want de liefde is toch kapot. En dan vraag ik me af waar hij is. Professor! Waar ben je? Zijn er nieuwe mods vandaag? Nee, heeft hij al uitgepakt. En in de lucht gestoken. Maar, waar is de professor? Professor, moet hij met mijn voeten spelen? Ik weet dat je er bent. Daar! Professor Snaaf, ik heb je al zo vaak gezegd om daar niet naartoe te gaan. Maar toch ga je daar naartoe. Nou, je hebt best wel een mooie eilanden vandaag, hè? Ja, dat vind ik best wel nice. Wat zeg ik? Een vraagje. Dat eilandmod, je hebt er nog. Of wauw, of is dat alles? Dat is alles, denk ik. Ja, klopt. Nou, spijtig dat dat alles is. Ik heb namelijk gehoopt dat er nog meer eigenlijk moet zijn. Maar ja, dit zijn best wel prachtige mods. Die dan is best wel insane. Laten we nog eens een kijkje gaan nemen bij een van die eiland mods. Voor hem te zien. Voor ze eruit zien. Wauw, kijk, dat is mooi dat ze zijn. Dat zijn best wel mooie eilanden. Als ik even terug ga landen. Gaat dat niet? Dan kan ik landen.
Dan moeten we weer survival mode gaan. Game mode. No. Nee, wacht, ik heb een plan. Laten we namelijk zo hoog mogelijk vliegen. Voilà. Dan. Ja, game mode. Oh my god, dat gaat niet. Hier zijn we dan. Hier liggen we weer. Op de kop. Waar ik oei. Maar ik kan niet vliegen. Heeft de professor mijn vliegen uitgeschakeld of wat is dat? Ik vind het dus wel raar. Normaal schakelt hij nooit uit. Nu moet ik wel vliegen. Wow, mensen laten even terug naar boven gaan, naar die eilanden. Ik weet niet wat er aan de hand was. Maar de professor heeft volgens mij mijn vliegen uitgeschakeld. Het speelt ons voor mijn voeten. Kitten me. Ik heb een professor, zijn mensen. Ja, dan spelen we iedereen zijn voeten. Alright, daar zijn we dan. Oké, we hebben niet zo echt heel veel. Armor. Dan had ik het voor dat is niet heel afgeven. Maar ja, dat maakt het uit. Dit is mijn armor. Armor stand. Goed, zit er iets in deze kisten? Van dit groot eiland. Mot, wat het ook is. Ah, nothing. Er is niks in de kist. Een beetje spijtig. Ik had eerder gedacht dat er wel iets in de kist is. Bon, laat even naar dat dorpje gaan. Daar. Naar dat dorpje daar. Ja, we kunnen niet altijd hier blijven. Alright, we zijn namelijk hier bij het dorp. Dit eiland is mais. Ja, professor Snavelt een tijdje geleden nog een nare video. Namelijk zoiets laten zien, zo'n klein blokje zo. En als er een plaats kwam, er ook een eiland uit. Dat was een B-dorp eiland, die had ik dus al gezien. Eigenlijk wil ik een beetje wel spelen, maar. Hey, is dit dorpelingen niet, man? Ik heb wel dorpelingen. Alright. Okay. Zie je erop ook een paar eilanden. En we zijn van een ijzererd eiland, zie ik. Want er is niet veel speciaal daar, dus daar hoeven we niet te komen. En dan heb ik nog een kat eiland. Ik vind het heel grappig. Stel van al, die kat. Hoe in torsnaam kunnen een kat bedenken? Dat is wel nice. De professor heeft een goede stof. Hey professor, deze kat is insane, man. Je hebt echt prachtige eilanden vandaag. Ik hou hier best wel van. Dus ja, je moet denken dat ik niet van je hou, professor. Je hebt goede eilanden gebracht. En heeft veel werk gehad, zeker aan deze mot. Waarom zit je altijd daar achter, professor? Je hebt dat toch niet nodig? Oh, hij is zo irritant vandaag. Maar hij heeft maar een paar eilanden. Wanneer komen er meer eilanden? Ik wil je eens laten zien. Het blokje. Oh, nope. Professor Graaf. Ik denk dat er morgen wel wat meer mots gaan komen. Ik weet wanneer de professor wat mots gaat uitvinden. Dat is al een tijdje geleden. En heeft daar gewoon gewerkt aan de portalen. Oh my god. Dit is het eerste portaal om het klaar zijn. Om een andere wereld te gaan mensen. En dan komen we daar ook uit. Dit portaal mensen is eigenlijk al klaar. Dus als we naar andere werelden gaan. Dan doen we dat altijd via dit portaal. Ja, met dat portaal gaan we altijd naar andere werelden. Want dat portaal is dan geactiveerd. En meestal zitten in die wereld wel enge monsters. Maar er staan ook klastiefs. Het is wel verschillend. Ja. Dat is de eerste plaat af is. Maar professor Snavelt moet er eigenlijk van doorgaan. Je kent mij toch. Ik moet er van doorgaan, want ik moet toch wat anders doen. Dus ja.
Tot morgen zeker. Tot de volgende keer. Nee, ik ben eens terugkom. De professor die heeft geen rust in om te spreken. Dat is een beetje zeer irritant. Die speelt met mijn voeten. Ja. Hij maakt speciaal weinig mods vandaag, omdat hij wist misschien dat ik een video ging maken. Maar voor de keer zal het niet waar zijn. Nee. Bon, mensen, ik moet er van doorgaan. Ja, maar ik zie jullie zeker morgen weer. Of in een nieuwe video van Kaalplays. Of straks nog. Dus tot de volgende keer. En als je deze video leuk vond, geef deze video dan een dikke vette like. En voor degenen die mij nog niet hebben geabonneerd, abonneer mij om een nieuwe video te ontvangen elke keer. En dan zie ik jullie straks of morgen weer.